staan, maar alstublieft. Jens, geet los. Oei. Festival van Vlaanderen. Kijk eens aan. Blablabla. De invasie gaat gewoon door. Dit mag niet. Heeft hij een tik gekregen of wat is er gebeurd? Hier. Wat krijgen we nu? Joesha Aranda Agast. Dikke, dat is jongens, wat hier is. Dat is goed gezien. Wat is dat? Wat is dat? Ridiculous tales. Dit is irreëel. At a time of great danger. Dit is irreëel. Wat een chaos. Wat een schande. Zeg wel, kent er iemand Stormy Daniels? Dat is de pornoactrice die beweert dat ze met ome Donald een onweerlegbare, fijne relatie had ontwikkeld. Chapeau voor ome Donald, dat zeg, want zo'n Stormy bedwingen, niet eenvoudig. Hè? In mijn voorbereiding voelde ik me verplicht om dieper in te gaan op het fenomeen Stormy Daniels en heb ik een film bekeken met haar in de hoofdrol en dat is dus een pompon. Hè? Die probeert met drie mannen tegelijk een kindje te maken en ondertussen neuriet zij, duw een beetje, er kan nog eentje bij. Jongen, wat is dat zeg. Pas op, en ze is niet kwaad op ome Donald. Dat is dus een vrouw met een enorm incasseringsvermogen. Jimmy Frey kan het weten, hè. Stormy Daniels is de Usain Bolt van de porno-industrie. Bolt loopt de 100 meter in minder dan 10 seconden. Zij incasseert ze, hè. Wist u dat Stormy Daniels America's Got Talent gewonnen heeft? Ze is de enige vrouw die een perfecte persoonsbeschrijving kan geven van elk mannelijk lid. Oké, er zit af en toe een buitenbeentje tussen, maar de meesten trekken toch redelijk op elkaar, maar geen probleem voor Stormy. Bij een test mocht ze 1200 mannelijke aanwezigen eerst zien en daarna kreeg ze 3 foto's. Pas op, ze haalden ze eruit, hè. Om haar verhaal over de stormachtige relatie met ome Donald kracht bij te zetten, wil ze nu zelfs een robotfoto maken van zijn reus. Zou hij onderaan ook gebruik maken van een pruik, denk je? En zou zijn schaamhaar ook op een middenstreep liggen? Het zijn vragen die we ons allemaal stellen natuurlijk. En de Democraten hebben voorgesteld om een robotfoto te maken en die dan overal op te hangen aan iedere saloon in every town met de mededeling Dead or Alive. Mannen met veel geld, ze hebben het niet makkelijk, jongens. Zeg dat ik het u gezegd heb. Want ik kan het weten, hè. Onder mijn blote lijf komen ze niet spontaan liggen. En ja, dat is omdat ze het weten, natuurlijk. Beroemde mensen en vooral beroemde rijke mensen erotiseren meer dan anderen. Toch voor een aantal vrouwen. Ome Donald is niet de eerste politicus die in opspraak komt. En voor alle duidelijkheid, hij was op dat moment nog niet eens politicus. Maar wat te denken, en nu valt er dadelijk een pijnlijke stilte, wat te denken van Wilfried Maartens en Miet Smet. Oké, Miet heeft nooit Belgium Got Talent gewonnen, maar dat bewijst niks. Er zijn in de wereld van de politiek honderden voorbeelden. Er is maar één middel om de vrouwen echt af te stoten en dat is het veinzen van het Elio Di Rupo-syndroom. En maar dan komt er natuurlijk wel iets anders op uw pad, hè. Waar is de tijd dat de buitenechtelijke relatie van François Mitterrand uitlekte en de man vier recht op in de wind, zo met het lid strak in de broek, van op de kansel sprak: Et alors? Hij, die zonder erectie is, werpen de eerste steen. Er gaat niet veel gesmeten worden, denk ik. Don't know why. Ja. There's no sun up in the sky. Miske. Stormy weather. Since my girl and I ended together.